Het is nu zaterdagmiddag, dus we kijken op de Pacaya-vulkaan. Zoals je kunt zien rookt de vulkaan, dus hij is actief. En dat kun je ook zien aan het materiaal wat hieronder ligt. Wat we hier zien is eigenlijk hele recente lava. In 2014 is er een heftige uitbarsting geweest. En toen is de lava helemaal hier zo langs de berg die kant op gestroomd. Nou, wij lopen nu puffend omhoog op de flanken van de Pacaya-vulkaan. En het is echt een indrukwekkend gezicht wat we hier zien. Want je hoort hem gewoon uitbarsten als het ware. En ook regelmatig komen er heel veel brokken lava omhoog. En die spuiten echt meters hoog de vulkanen. Op dit moment zijn we druk aan het slepen met stoelen, bureaus, tafeltjes, alles tegelijk. Zodat we leraren helpen met het verhuizen van hun klassen. Dus in het begin van de week hebben zij in ons geïnvesteerd door ze van alles te vertellen over het onderwijs. En nu helpen wij hen door hen te helpen met praktische zaken. Anna, wat ga je doen? Nou, we zijn bezig om alle klassenkamers schoon te maken. Want woensdag komen de kinderen en alles moet er wel heel schoon zijn. Dus net hebben we heel hard geholpen om de tafels naar buiten te tillen naar een andere klaslokaal. En nu ga ik met de leerkracht de vloer wassen, de tafels schoonmaken. Zodat alle tafels in de klas kunnen. En de kinderen woensdag in een schoon lokaal wel kunnen werken. Hallo Arenda. Wat ben je aan het doen? Ja, we zijn aan het helpen met de klas schoonmaken. Dus nu we hebben alle tafels naar buiten gezet. Zoals je kunt zien. En ja, nu ben ik de tafels aan het schoonmaken en de stoeltjes. Ik ben de buren aan het schoonmaken met een soort afwasmiddel. Oké. Ja. En dat lukt allemaal, gaat allemaal goed? Ja, het redt goed. What is Tim doing? They're violin. Oké. Violin. Yes. Difficult. And it's a pleasure to be able to share with you guys what the Lord has allowed us to do here with the children, and not just the children but also the community, because through this school we also reach the community around. Does the child also help her mother at home? Ella le ayuda a ella con las tareas de la casa. Sí, porque she has out y la humedad. And wash the dishes. She cannot make tortillas yet, but probably soon she will start doing it. This is just the kitchen. Ah, okay. This is where they cook all their stuff. And as you can see, in all of the houses I'm gonna see around here, they all use this old system where they use wood. Dit was de keuken. Dan gaan we nu even naar het andere stuk van het huis. Dat is aan de overkant. Oh, nice. How many? And here, stand by the house. Carlos, how many people do sleep here? 8 people. Maar voor de penny was het handiger. Maar ik vind het allemaal erg lekker.